Dr. Kipping, bent u hier op uw kantoor al millennium proof? Wij spreken liever van duizend schoon in plaats van millennium proof. Ik ben inderdaad even gaan kijken bij internet op de checklistpagina van het Millennium Platform. En u moet het mij als Nederlandicus maar niet kwalijk nemen, maar ik struikel meteen al over de allereerste zin van dat stappenplan. Hier staat namelijk: realiseer dat het millenniumprobleem een serieuze bedreiging voor uw organisatie is. Ja, maar u besefte zich dit al. U besefte zich dit al, zegt u daar, hè? Daar gaat het namelijk om, en dat is een contaminatie, en die is net zo erg als de contaminatie tussen zich ergeren en irriteren, waardoor wij geconfronteerd worden met het vreselijke ik irriteer mij. Ah, zouden dus, we niet doen, hè? Ja. Het is niet ik besef mij? Nee, het is ik besef dat. Dat wederkerend voornaamwoord zich, dat grijpt werkelijk verderfelijk om zich heen. In alle geledingen. Overal. Dus, goed. De taal verkeert zich in een millenniumcrisis. Het is verkeren of zich bevinden. En aan welke van de twee geeft u de voorkeur? Daar gaat het niet om. Het gaat niet om wat ik het mooiste vind. Het gaat erom wat historisch juist, aanwijsbaar, goed of fout, Nederlands is. Waarom wordt er aan de precisie van de taal toch niet minstens zoveel aandacht besteed als aan de juistheid van het cijfermateriaal? Maar waarom? Ja, u kunt zich toch wel begrijpen wat hier bedoeld wordt? Nee, dat kan ik dus niet. En dan is dit nog maar punt 1 van het stappenplan. Ik begrijp dit niet. Maar daar staat toch dat u zich moet realiseren dat het millenniumprobleem een serieuze bedreiging voor uw organisatie is. Dat ik dit moet beseffen. Ja, volgens mij wordt er dat mee bedoeld. Dan had er toch moeten staan: realiseer u dat het millenniumprobleem een serieuze bedreiging voor uw organisatie is. Ik word toch aangesproken? Dat staat er niet. En als realiseren wordt gebruikt in de zin van het overgankelijke werkwoord, bewerkstelligen, verwezenlijken, dan is het helemaal volslagen waanzin, dat punt 1 dat hier staat. Wat staat er dan? Nou, dan staat er dat ik ervoor moet zorgen dat dat millenniumprobleem een serieuze bedreiging voor mijn kleine organisatie wordt. Het was het misschien niet eens, maar ik moet zorgen dat het een puinhoop wordt. Anders kan ik niet met een stappenplan beginnen. Ja. Wat staat daar nou toch? Ja, maar als u er niet uitkomt, kunt u externe krijgen. Hè? Dat weet u, oudere computerprogrammeurs. Ja, kijk, dat digitale gebeuren, dat komt wel in orde. Ah. Maar ik hecht veel meer waarde aan de letter dan aan het cijfer. En het feit dat oudere, volmaakt schrijvende auteurs als Willem Brakman en Alfred Kosman in het Letterkundig Museum publiekelijk zijn vervangen door pierenwaaiende whizkids als Giphart en Grunberg, dat is mijn millenniumprobleem.